geen café. Ik vind het heel leuk om dat zo te zeggen. Geweldig dat u er bent. En ik benadruk dat eigenlijk omdat we zoveel hiccups hebben gehad natuurlijk met COVID-19. Welke instelling eigenlijk niet. Open, dicht. Hè. Dat is een moment geweest, daar waren we van de laatste 15 maanden, 10 maanden dicht geweest. En dat is natuurlijk lastig voor een museum dat eigenlijk bijna geen subsidie heeft. Maar we hebben de kop boven water gehouden. We zijn er heel sterk uitgekomen. En dat is natuurlijk dan heel mooi dat als je er dan weer staat, open kunt gaan met een hele mooie tentoonstelling en de presentatie van zo'n mooi boek. De evenementenprogramma's staan er in de stijgers, dus we zijn er eigenlijk weer helemaal klaar voor. En ook wel klaar mee, moet ik zeggen. Maar vooral klaar voor die mooie toekomst. De handvraag is natuurlijk, wanneer gaat die tentoonstelling open? Kan dat überhaupt? Hoe kan dat? En wanneer dan precies? En met hoeveel gasten mag dat? Nou, u ziet nu eigenlijk deze, dit is klein maar fijn, hè, want geweldig dat u er bent, maar normaal zit zo'n zaal hier vol, er zijn er 100 mensen. En nu moeten we dat heel selectief doen vanwege de afstand en de veiligheid. En dat doen we natuurlijk, we werken er graag mee, maar we vinden dat natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Maar de tentoonstelling die hebben we al even een paar dagen, anderhalve week geleden geopend. En nu dan vanmiddag dat hele mooie moment, openingshandeling en de presentatie. Van het boek. Dat is een programma. Kun je dat nog even laten zien? Jij hebt de afstand weer. Oh, heb ik bij me liggen. Geweldig.